Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Autoweek's accu-degradatietest. En ditmaal hebben we de e-golf van Stefan Neerkund. Stefan, waarom elektrisch? Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Wij rijden eigenlijk zoveel als het huisbudget ons toelaat. En aan de huiskamertafel wordt dat besproken. We hebben jarenlang zo goedkope dieseltjes gereden. Maar uiteindelijk wilde ik heel graag elektrisch. Oké, en het is dus elektrisch geworden. En waarom dan weer een e-golf? Ja, dat is min of meer toeval. Het waren of Peugeotjes diesel of Golfjes diesel. En nu is het een elektrisch Golfje geworden. Ja, precies. Dus gewoon in de lijn doorgegaan. Ja. Ja. Hey, en deze auto, is die nieuw gekocht? Is die tweedehands? Nee, deze komt uit de lease. We rijden hem ook particulier. Ja. En we hadden een bepaald budget voor ogen. Eigenlijk moet hij binnen de 20 cent blijven. Ja. Dat bleven onze dieseltjes ook. En deze heeft dus veel meer afschrijving. Ja. Maar we besparen weer wat op brandstof en op wegenbelasting. Misschien ook nog wel op onderhoud straks. Ja. Dus we hopen dat we voor hetzelfde geld een elektrische kunnen rijden als vroeger een dieseltje. Want hoe oud is deze auto? Hij is nu 5 jaar, denk ik. Oké, en wanneer hebben jullie hem gekocht? 3 jaar geleden. Okay. Nog maar 2 jaar geleden. Oké, dus maar nog kort in bezit. En met welke kilometrage hebben jullie hem gekocht? Een dikke 20.000. En hij staat nu op? 80. Oké. Okay. Ja, we rijden nog wel mee. Ja. En waarom willen jullie eigenlijk meedoen aan deze test? Oh, ik vind elektrisch rijden leuk. Ja. We doen dat ook in combinatie met zonnepanelen op het dak. En hebben zo een beetje het gevoel, of het waar is, weet ik niet. Maar ja, dat we rijden op de zon, zal ik maar zeggen. Ja. En het was destijds vrij spannend, vonden wij, om wat die accu ging doen. Ja, oké. Okay. Want hoe ver kom je op een accu als die vol is? In de zomer komen we best wel ver. We houden nog altijd een beetje over. Voor de zekerheid? Ja, nou, als de jongens thuis komen, die willen er ook mee naar hun vriendinnetje. Er moet altijd wat in blijven, maar de teller geeft aan in de zomer soms 300. In de winter, slechte omstandigheden, nou, 200. In die orde moet je denken. Ja, oké. Okay. En die laatste 50 rijden we dan meestal niet op. Nee, voor de zekerheid, voor de kinderen, wat dan ook. Ja. Maar het elektrisch rijden aan zich bevalt? Het bevalt geweldig. Ja? Ja. Het rijdt zo verschrikkelijk comfortabel. Ik ken niet zo goed BMW 7-series, Mercedes S-klasses. Maar ik heb het gevoel dat je dat comfort meemaakt. Dus de volgende auto zou weer elektrisch mogen zijn? Hij zou vast weer elektrisch zijn. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd wat de accu nog doet eigenlijk. Ja. Dus we gaan eens even naar Marcel. Nou, ik ben stik benieuwd. Ja. Oké, okay, Marcel. Nou, het is dankjewel. Uiteindelijk gelukt. Is het gelukt? Ja. Nou, ja, vertel eens, hoe lukt het aansluiten? Aansluiten lukt geweldig. Super, dat helemaal goed. Dat was geen enkel probleem. Ja. Ik heb met mijn grijze haren wat moeite om de app. Die meldt klaar om te rocken. Ja. Nou, ik wist niet wat rocken was. Ja. Maar ready to rock. Ready to rock, yes. Nou, wat goed. En uiteindelijk is het gelukt. Ja. Het test is succesvol afgerond. En ik zal de resultaten voor je erbij halen die we verzameld hebben. Want terwijl je reed, zijn alle gegevens via... Over die air? Over 4G verstuurd aan de server. Ja. We hebben de data geanalyseerd en daar een testverslag van gemaakt. Oké. Okay. Dus die ga ik je presenteren. Nou, ik ben best benieuwd. Nou, ga ik je verrassen. Oké. Okay. Dankjewel. Yeah, we hebben het spulletje bij elkaar verzameld. Yeah. Dit is het verslag. Okay. En eigenlijk keurig een degradatie van slechts 6%. 6%. Dus echt helemaal goed. Op basis van die 6% degradatie of 94% state of health
berekenen wij de rijkwijde, 212 kilometer. Dat is de WLTP-testcyclus die we daarvoor aanhouden. Wat daarnaast nog belangrijk is, zijn een aantal gegevens die, die verder zijn gemeten. En dat heeft met name te maken in het deel van de voltage. Ja, minimum maximum. Ja, minimum en maximum. Zeker na het eind, want u heeft hem leeg gereden tot onder de 10% natuurlijk. En nou ja, we zien dat het keurig dicht bij elkaar ligt. Kijk. Dus echt helemaal goed. Nee, dat hadden we ook gehoopt, moet ik zeggen. Ja, was dit de hoop? Was dit de wens? Nou, de wens, maar ook de verwachting. Goed zo. Ja, nee, absoluut. Goed zo. Hij houdt zich heel best. Heel kranig. Ja. Nou ja, je ziet gewoon goed ermee omgaan. Ja, dat is gewoon voor het behoud van de auto. Ja, maar is ook een beetje zuinigheid, want thuis laden is veel goedkoper dan... Dat sowieso, als de snellader. Ja. En u laat hem ook altijd langzaam thuis? We hebben geen keuze. Ja. Dus, nou ja, behoud van de auto, dus... Keurig resultaat zou ik zeggen. Nou. Dus proficiat ermee. Hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. En tevreden met het resultaat? Ja. Ja? Ja? Vrijwel conform verwachting. Oké, dus de auto mag blijven? Hij mag absoluut blijven, maar had hij toch wel gemogen? Oh, even goed. Nou, gelukkig. Ja. Nee, gelukkig vroeg jij mij van tevoren niet. Wat verwacht je ervan? Als je me echt onder druk had gezet, had ik gezegd 95%. Ja. En het zijn er 94 geworden. Oh. Ja, lijkt me een hartstikke mooi rapport. Ja. Hij mag thuiskomen. Hij gaat mee, ja. Jazeker. Oké, nou, vriendelijk bedankt voor de medewerking. Nou, ik heb het leuk gevonden.